Vader in de hemel, zijt gezegend, uw naam, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel. Geef ons heden onze dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in bekoring, maar het was wel kwaad aan. Wees gegroet, Maria, van genade, de Heer is met u gezegend, zijt gij bovenal vrouwen de gezegend, is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons aan de zonde, en ons nu in het uur van zijn dood. Heilige Heer, Heilige van Jezus. Bid voor ons. Ontferm u over ons. Sint Jozef. Bid voor ons. Onze engelbewaarders, onze heilige patronen, bid voor ons. Alle heiligen van het Boerenkrijg, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon, Heilige Geest, amen. Zo, de vorige keer waren we dus even nog eens een hoofdstuk gezien uit. Ja, ik heb geen uitwendige micro, dus het zal iets moeizamer zijn om mij te begrijpen, maar ik zal harder spreken dan. Dus de micro staat nu een beetje verder, spijtig genoeg. Ik heb die de micro, de goede micro niet bij, vertoon ik. Excuseer. Dus we hebben vorige keer gezien de strijd tegen de hoogvaardigheid des levens. Dat was de derde begeerlijkheid in onszelf. En we gaan de volgende keer wel zien de strijd tegen de wereld, maar we gaan nu terug naar het praktische gedeelte. Dan hadden we gezien in het praktische gedeelte, de laatste keer dat we daarover gesproken hadden, hadden we gesproken over de doodzonde. En de lelijkheid van de doodzonde. Om van die doodzonde dus af te geraken, moeten we wel beseffen hoe erg de doodzonde is, om de doodzonde te haten, om ze dus niet meer te doen, te plegen. Hadden we gezien hoe God de zonde straft. En God is rechtvaardigheid en goedheid. In de eerste ouders, in de persoon van zijn goddelijke zoon, wat hij moet ondergaan om die zonde allemaal goed te krijgen. Hoe God de zonde veroordeelt. Ook in de eerste engelen, hoe hij dat gestraft heeft. Dus aan de straf kunt u zien hoe erg de zonde is. De hel is natuurlijk een buitengewoon erge straf. Dat betekent dat de zonde buitengewoon erg is. Want God is rechtvaardigheid. Dus je kunt niet zeggen dat God te streng is. Hij kan niet te streng zijn. Hij is onmogelijk. God kan niet onvolmaakt zijn. Hij is per definitie volmaakt. Hij is goedheid en rechtvaardigheid. Dus de goedheid en de rechtvaardigheid doet mensen in de hel, en ook engelen, die één doodzonde bedreven hebben, waar ze niet van bekeerd zijn. Dus de conclusie is niet, wat is God dan streng? Nee, want God is goedheid en rechtvaardigheid. Maar de conclusie is dan, wat is de zonde dan erg? En wat moeten wij dan niet doen om ze te vermijden? Dat is de conclusie. En dat hebben we dus gezien. En nu het tweede gedeelte is dus over de andere zonde die we ook moeten vermijden. Dat is de dagelijkse zonde. De dagelijkse zonde. Ik zeg, ja, dat is minder erg, ja, maar het is nog altijd een overtreding van de wil van God. In die zin is het wel erg. Natuurlijk een mindere overtreding. Als je 5 euro steelt, is niet goed. Jezus zou het niet gedaan hebben, de heiligen ook niet. Maar voor 5 euro gaat je niet voor eeuwig in de hel zitten branden, dat begrijp je ook wel. Maar dat betekent niet dat het goed is van te stelen. Ook al is het 5 euro, bij wijze van spreken. Dus ten opzichte van de volmaaktheid bestaat er een zeer groot onderscheid tussen de dagelijkse zonde als bij verrassing gedaan, die eigenlijk onvolmaaktheid wordt genoemd door de nieuwe theologen, maar door de oude theologen niet. Dus in de tijd van Dominicus, van Sint Thomas van Aquino, Johannes van Kruis, werd dat dagelijkse zonde genoemd, dus je moet u niet vergissen. Dus de theologie is verder ontwikkeld en ze hebben een onderscheid beginnen maken op een gegeven moment. Dus de dagelijkse zonde die als verrassing werd begaan, maar wij noemen die nu eigenlijk onvolmaaktheden, en die welke opzettelijk weten zij willens bedreven worden. Dat zijn dan echte zonden, dus dagelijkse zonden. Opzettelijk.
gezien. Want iets dat bij verrassing wordt gepleegd, dat betekent, je hebt niet kunnen tijd niet gehad om toe te stemmen. Het was iets van je temperament. Het was eruit voordat je het in de gaten hebt. Maar eens dat je in de gaten hebt dat je verkeerd bezig bent, tikt je, houdt je in. Dus van als je het bewust bent, zondig je eigenlijk niet. Dus je zondigt niet met bewustzijn. Het is iets van je temperament. Van, het kan ook ja, door verstrooidheid gebeuren. Of door een of andere oorzaak. Of een zwakheid. Bijvoorbeeld iemand heeft medicatie genomen en is een beetje onder invloed van verkeerde medicatie die een beetje suf maakt of die een pintje gedronken heeft. En een pintje, dat mag wel, maar als het nu heel warm is, begint het alcohol te lukken. Zeg maar, van alles kan er gebeuren. Dus bij verrassing. Dat betekent eigenlijk buiten uw wil, maar je hebt het wel gedaan. En het is verkeerd. Dus het is zondigheid, maar het is niet zonde in de strikte zin van het woord, dat de zonde een overtreding is van Gods wet, wetens en willens. Dus als het wetens en willens is in een ernstige zaak, dan is het ook zonde. Wel, dus wat is nu de definitie van uw catechismus? U weet dat nog wel. Wanneer is het dan dagelijkse zonde? Wel, als het volledig wetens en willens is, maar in een kleine materie, zoals u juist zei. Bijvoorbeeld een kleine leugen, een paar euro stelen, kleine materie. Dus het gaat niet over erge zaken. Dan begrijp je dat God dus niet de mensen gaat straffen met de hel. Maar je kunt eigenlijk ook de hemel zomaar niet in. Er is nog iets dat niet goed is. Dat klopt niet. In de hemel komt alleen maar wat volledig heilig is. Dus voilà, daarvoor bedient juist het vagevuur. Maar het is dus een zonde. Het is een overtreding van Gods wet, maar met parvitas materias in het Latijn. Dus met het gaat over een kleine zaak. Maar volledig kennis, volledige toestemming. Bijvoorbeeld iemand die weet, het is een leugen, ik weet dat ik aan het liegen ben, maar ja, het is om best wil. Voilà. Iedere leugen is een zonde, ook om best wil. Een leugen om best wil is een zonde. Dus er mag niet gelogen worden. Dus, er zijn allerlei manieren om dat te ontsnappen, door over algemeen te spreken of gewoon te zwijgen of zo. Ja. Of gewoon door te zeggen wat over gaat, of niet te liegen. Hè. Als de mensen geen recht hebben op wat ze vragen, op het antwoord, ja, dan antwoorden ze gewoon niet. Ik verkies daar niet op te antwoorden. We kunnen altijd iets vinden om niet te liegen, een manier vinden om niet te liegen. Een andere manier van dagelijks zonde doen, spijtig genoeg, dat is als het over een ernstige zaak gaat, maar er is geen volle kennis en of geen volle toestemming. Dus iemand die volledig dronken wordt, maar heeft niet in de gaten dat zij achter hun rug dat glas telkens hebben bijgevuld. Hij denkt dat hij maar een paar pinten heeft gedronken, maar het zijn tien pinten, want ze hebben achter zijn rug altijd maar bijgevuld. Dus hij heeft niet in de gaten dat hij te veel gedronken heeft. Dus het is niet zijn schuld, maar hij is stom dronken, en natuurlijk stom dronken zijn, dat je niet meer weet wat je doet, is een doodzonde. Ik geef maar een voorbeeld. Hè. Een ander voorbeeld, een vrouw die verkracht wordt, die daar niet in toestemt natuurlijk, dat is ook slechts. Maar het is volledig, ook met volle kennis, maar totaal geen toestemming. Hè. Dingen die ernstige zaken, bijvoorbeeld je rijdt door het dood licht en je brengt mensenlevens in gevaar. Maar uit verstrooidheid, een beetje verstrooid geweest. Natuurlijk moet oppassen, want als je verstoord bent, ook weer, als jij de gebrek aan kennis veroorzaakt, dan ben je ook weer schuldig. Bijvoorbeeld iemand die zondigt omdat hij de catechismus niet kent. Dus hij weet niet dat hij bijvoorbeeld op vrijdag geen vlees mag eten. Dat is eigenlijk op doodzonde verplicht van je te onthouden. Maar dus hij weet dat niet omdat hij zijn catechismus niet wil leren.
Maar hij wil gewoon die catechismus niet leren. Hij wil zijn godsdienst niet kennen. Ja, dan is hij toch schuldig aan doodzonde. Want zijn onwetendheid is niet onschuldig, maar schuldig. Dus je hebt ook een verschil tussen onschuldige onwetendheid of schuldige onwetendheid. Iemand die onschuldige onwetendheid is, onwetend is bijvoorbeeld iemand die vlees eet op vrijdag, denkende dat het een donderdag is. Hij heeft zich gewoon vergist, dus die heeft nooit willen zondigen, maar het is wel een zware zonde, maar de zonde is eigenlijk niet, want het is volledig geen kennis. Dat is dan weer, ziet je, onschuldige onwetendheid. En als iemand het niet wil kennen, niet wil weten, en dan toch die, ja bijvoorbeeld, ze nemen de pil, maar ze hebben de catechismus niet willen leren, ze nemen de pil, ja, dat is ook een doodzonde. Ze hebben het niet willen weten enzovoort. Dus de dagelijkse zonde is dus ook, als het over een ernstige zaak gaat, maar er is een gebrek ergens in de kennis of in de toestemming. Bijvoorbeeld in halve slaap, weer onder suffer bijvoorbeeld, van medicamenten of van zware vermoeidheid. Ja. Dus nu eerst spreekt hij over onvoorbedachte fouten. Dat werd vroeger dus dagelijkse zonde genoemd. Maar nu wordt het eigenlijk in de nieuwe theologie wordt dat genoemd onvolmaaktheden. Onvolmaaktheden zijn dus verkeerde dingen. Het is verkeerd. Maar er is totaal geen kennis, totaal geen toestemming. Niks. Dus het is geen zonde. Maar het is wel een zondigheid. Wat je doet is verkeerd. Maar je hebt niet toegestemd. Dat zijn onvolmaaktheden. En het is daarover waar de Heilige Schrift zegt, een rechtvaardige zondigt nog 7 keren per dag. Een rechtvaardige betekent een heilige. Ja, de vraag is, hoe kan die dan heilig zijn als hij nog 7 keer zondigt per dag? Ah ja, omdat dat is eigenlijk een zondigheid, maar geen echte zonde. Omdat het buiten zijn controle is van zijn wil. Het ontsnapt aan zijn controle. En wat aan uw controle ontsnapt, zonder uw fout, is uw verantwoordelijkheid niet. Als jij je kinderen een goede opvoeding gegeven hebt, maar ze gooien de ruiten van de buren in, zijt jij dan verantwoordelijk? Nee, je hebt alles gedaan om de kinderen een goede opvoeding te geven. Jij bent ook verantwoordelijk voor die kinderen, eigenlijk in principe, maar ja, jij hebt die vrije wil van die kinderen ook niet in de hand, hè? Dus je hebt alles gedaan wat je kon, omdat dat niet zou gebeuren, maar het is dan toch wel gebeurd. Hè? Want er is een voorbeeld van dat er iets kan gebeuren dat slecht is en toch buiten uw controle valt. Dat is met ons ook het geval. Hè? Er kunnen dingen gebeuren dat we zeggen of doen. Bijvoorbeeld, dat zijn mensen die een hevig karakter hebben. Dat komt heel veel voor bij de karakters die veel energie hebben. Want anderen zijn veel trager. Die hebben tijd om na te denken. Dus meestal met sanguinische temperamenten. Ja, die zijn heel snel. Die reageren ook snel. Die zijn... als je snel zet, die denken ook wel snel, maar soms gaat het te snel. En dan hebben ze inderdaad niet in de gaten dat ze iets over het hoofd hebben gezien. En dan is het verkeerd. Maar ze hebben het eigenlijk zo niet gewild. Bijvoorbeeld heel veel misverstanden tussen mensen van goede wil hebben daarmee te maken. Hè? Misverstanden, dat is dus objectief wel iets verkeerds gezegd geweest is, maar dat is door het ander helemaal niet bedoeld. Ik heb vandaag nog gemerkt, of wanneer was dat, onlangs, hoe was dat nu weer? Dat iemand juist het tegenovergestelde zei dan wat hij bedoelde. Ja, totaal tegenovergestelde. Dat kan gebeuren, dus. Dus Tonkerij zegt. Ook de heiligen, dus wat is een heilige? Een heilige is iemand die niks verkeerd doet. Dat is de definitie van een heilige. Niks verkeerd. Dus geen zonde. Als hij geen zonde doet, dat betekent dus dat geen zonde zijn, maar toch bedrijven ze soms tijd zulke fouten, dat noemt hij dan fouten, later gaan we dat onvolmaaktheden noemen, door zich een ogenblik uit onbedachtzaamheid of zwakheid over te geven aan nalatigheden bij de geestelijke oefeningen, aan onvoorzichtigheden,
aan oordeelvellingen of woorden strijdig met de naastliefde en lichte leugens om zich te verontschuldigen. Zijn deze fouten ook al te betreuren en worden zij door de vurige zielen bitter beweend, toch zijn ze geen beletsel voor de volmaaktheid. Dat zegt Johannes van de Kruis. Je moet een onderscheid maken, hè, want de lijst die je opsomt, er kan toch soms wel ergens vrij wil tussen zitten. Maar de titel van deze de paragraaf is Onvoorbedachte fouten. Dat wil zeggen, je hebt het eigenlijk niet gewild. Het is eruit voordat je het beseft. En eens dat je het beseft, dan stop je ermee. Geen beletsel voor de volmaaktheid, zegt Johannes van Kruis. Dat is een grote specialist van het geestelijk leven. Die zegt, er is geen beletsel voor de volmaaktheid, omdat daar juist geen vrije wil bij zit. Als je verkeerde dingen doet, maar er zit weinig of geen vrije wil in, het heeft te maken met je temperament, met je zwakheid, met zwakheden die inherent zijn aan de menselijke natuur, dan schaadt dat niet eigenlijk uw weg naar de heiligheid. Of weinig of niks. Maar als dagelijkse zonden vrijwillig zijn, dat kan heel erg schaden. Dagelijkse zonden, regelmatig dagelijkse zonden doen, met voorbedachte raden, dat is zelfs zo erg, zullen we zien, dat God, iemand die dat regelmatig doet, zelfs vroeg of laat laat vallen in een doodzonde. Dat staat in de catechismus. Dus dat is wel erg. Dus wat erg is bij de dagelijkse zonde is de mate van vrije wil. Dat voor mensen die scrupuleus zijn. Het gaat erom om de vrije wil. De goede God, zegt Tonkeregger, die onze zwakheid kent, verontschuldigt ze gemakkelijk, dus die fouten. Ipse cognovit figmentum nostrum. Hij weet, hij kent ons stelsel, hoe dat we gesteld zijn, onze zwakheid, onze fragiliteit, onze broosheid. Daarbij herstellen wij ze aanstonds door acten van berouw. Dus iemand die zo'n onvoorbedachte fout doet, van nederigheid, want je beseft hoe zwak dat je bent, dat je zo vlug in zonde valt, of in iets dat niet goed is. Dat je meer genade nodig hebt eigenlijk. Daarbij stellen we ze aanstond door echt van brood, door nederigheid, liefde tot God, die duurzamer zijn en waarin onze wil meer aandeel heeft dan in die zonde uit zwakheid bedreven. Dus meteen wordt het hersteld door een goed werk. Een acte van nederigheid, een acte van liefde. Al wat wij met betrekking tot deze fouten moeten doen, is haar aantal verminderen en nooit de moed verliezen. Hoe kunt je nu dat aantal van die fouten verminderen, want je moet daar toch iets aan doen, het is toch objectief verkeerd. Dus bijvoorbeeld, ik zeg iets dat heel lastig is, leugens. Dus iemand is heel erg verveeld en het is een dringende situatie en die flapt er maar iets uit en die zegt, ja, maar het is eigenlijk een leugen. Mag niet liegen. Dus hij heeft het eruit geflapt omdat hij de vervelende situatie wou vermijden. En heeft eigenlijk geen schuld, maar het is heel moeilijk om het uit te leggen. Dus hij heeft maar iets uitgevonden en zo. Maar dan zegt hij, ja, maar ik ben eigenlijk aan het liegen. Dus hoe kunnen we deze fouten die uit zwakheid gebeuren en eigenlijk onvoorbedacht zijn, die zouden we toch moeten aanpakken. Het past eigenlijk niet dat dat gebeurt. Jezus zou het niet gedaan hebben, Maria zou het niet gedaan hebben. Maria en Jezus, die hadden dat niet. Want die hadden de erfzonde niet. Die hadden die zwakheden niet, die drievoudige begeerlijkheid, die verstrooidheid, die zwakheden in onze geest, die hadden dat allemaal niet. Die hadden dat niet. Dus wij moeten Maria en Jezus navolgen, zoveel mogelijk. Dus we moeten daar toch proberen iets aan te doen. Bijvoorbeeld, nog een voorbeeld, dat heel lastig is. Mensen die vloeken. En er wordt veel gevloekt in de omgeving. En die mens probeert zelf niet te vloeken. Maar op een gegeven moment slaat hij met een hamer op zijn vinger. En het is eruit voordat hij daar erg in heeft. En die heeft er nadien heel erg spijt over. En die... Ja, dat wil ik niet willen doen. Het is iets dat
doordat mijn mens beïnvloedbaar is, hij zit daar in een omgeving die dat veel te gemakkelijk doet. En hopelijk dat die mensen niet beseffen wat ze zeggen, want vloeken is op zich een doodzonde. Dus, tenminste als de naam van God gebruikt wordt. Hè. Vaak als dat gewoon een zo eruit is zonder dat men beseft, dat kan gebeuren. Maar men moet dan maatregelen nemen, omdat dat niet meer zou gebeuren. Er zijn verschillende maatregelen om niet meer te vloeken. Bijvoorbeeld dat men op voorhand al vaststelt voor zichzelf, dat men, als men dan toch iets zegt, een uiting van ongeduld of van ongenoegen, een uiting van ongenoegen, dat dan iets is waar de naam van God niet in voorkomt. En is ook niet dat erop lijkt. Want vele vloeken die zogezegd onschuldig zijn, lijken op de echte vloeken. En dat is ook niet goed. Dus iets dat er totaal niks mee te maken heeft. Dus iets dat een kracht heeft, maar die niks met God te maken heeft. Helemaal niks. Dat is tenminste geen doodzonde. Hè? Enfin, objectief is dat een doodzonde, subjectief. Dan is die naam van God al niet meer bij. Dan is het nog wel een uiting van ongeduld. En dat past niet dat men zijn ongeduld uit. Ongeduld is ook een ondeugd. Maar dat is wel minder erg. Dus dat is een eerste maatregel die u kunt nemen om de schade te beperken. Ik zeg maar eens. Ik geef een voorbeeld. Dus het eerste wat u kunt doen om deze dagelijkse zonden te vermijden, die onvoorbedachte fouten. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, omdat men de doodzonde moet vermijden. Wel, de beste manier om doodzonde te vermijden, is dagelijkse zonde te vermijden. Als men het mindere vermijdt, doet men ook het meerdere niet. Dat is logisch. Waarom is dat zo belangrijk, die oefening, om je toe te leggen, om je dagelijkse zonde te vermijden? En een tweede reden is, die ik juist heb aangegeven, als je niks doet aan je dagelijkse zonde, gaat God je vroeger laat in een doodzonde laten vallen. Dan gaat hij zijn genade terugtrekken. Ah ja, maar jij zit mij maar te beledigen en jij vindt dat niks. Ja, goed. Dat gaat niet. Een dagelijkse zonde doodt de vriendschap niet, maar ze vermindert ze. En als je telkens vermindert, kan een grens bereikt worden. Hè? Dus, Dus wat moet men dan doen? En dat geldt voor alle dagelijkse zonden. Niet alleen voor degenen die uit onbedachtzaamheid, maar vooral die uit onbedachtzaamheid gebeuren, want die willen we echt niet. Wel, waakzaamheid. Door waakzaamheid kan men ze verminderen. En zelfs helemaal uitroeien. Als men zo in zo'n fout gevallen is, gaat men na welk de oorzaak van die fout is, of van die fouten is of zijn, en tracht ze weg te nemen. En dit zonder al te grote gejaagdheid of angst, maar bedaard, meer verwachtend van de goddelijke genade dan van ons eigen pogen. Waaraan men hier bijzondere zorg moet wijden, is alle gehechtheid aan de dagelijkse zonde te onderdrukken. Dus weer die vrije wil elimineren. Want, zegt de heilige Franciscus van Sales, wanneer het hart er zich aan hecht, verliest men weldra de fijne smaak van de godsvrucht en zelfs alle godsvrucht. Dus ook Franciscus zegt dat het dus de vrije wil, dus alle gehechtheid aan die dagelijkse zonde onderdrukken. Ja, de waakzaamheid. Men weet dat men op het werk bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, dat men gemakkelijk bekvecht, ruzie maakt, conflicten heeft met een bepaalde persoon op het werk. Dat kan zijn dat karakters botsen. Wat gaat men dan doen? Waakzaamheid. Dus ik ga proberen die persoon niet onnodig tegen te komen. Want, en als ik hem dus niet kan vermijden, ik ga ook niet het onmogelijke doen om hem te vermijden of haar te vermijden. Maar dan, een gewaarschuwd man is het weer waard. Ik ga mij al inhouden. Ik zal weten, ja, die gaat misschien weer iets zeggen dat me irriteert. Ik ga mij op voorhand al inhouden. Dan zit je al dubbel zo sterk. Dus je hebt niet de verrassingsaanval. Zit je? Wel, dat is al voldoende om dat te weerstaan. Hè, als er dan iets gebeurt, dat u misdraagt zich. Die persoon die het voortdurend ding is, die ik niet zou doen. Dat is een totaal ander temperament en karakter. Die werkt op een zenuwen of zo. Maar
je aanvaardt dat. Je zegt, ja, het is een mens, ik aanvaard dat, dat is een kruis. Je aanvaardt dat en je weet, ik ga nu in dat milieu, ik ga waarschijnlijk tegenkomen, of middags in de restaurant of zo, ik weet niet wat. Ik draai de knoppen al om bij mij, inwendig. Ik stel mij in om daar niet op te reageren en te blijven glimlachen. Of ja, gewoon vriendelijk zijn en langs mij heen laten gaan. Of gewoon het aanvaarden dat je een ander temperament heeft. En, misschien bedoelt je het ook niet verkeerd. Het is gewoon een ander temperament. Ja. Dat is een voorbeeld. Dus van een waakzaamheid. Maatregelen nemen. Dus je bent al voorbereid dat je je innerveert met die of die persoon en probeert dus dan op voorhand al te aanvaarden al wat hij zou kunnen zeggen of kunnen doen. Dat je mishaakt, dat je die goed vindt. Dat je dat dus al op voorhand al aanvaardt. Voilà. En meestal is het al voldoende om dan inderdaad niet heftig te reageren en niet verkeerd te reageren als er iets gebeurt. Als hij iets doet, als hij iets zou doen wat nu mist. Dat is een voorbeeld. Hè. Waakzaamheid. Ja. Ja, dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld, dat kan ook over de gesprekken gaan, slechte gesprekken. Als er bijvoorbeeld grapjes worden gemaakt over dingen die niet betamelijk zijn. Waakzaamheid. Moet je proberen te vermijden dat je met die groep mensen samen bent of zo. En als je dan samen bent, het kort houden en dan ik heb nog iets te doen of gaat dat wel of zo, ik weet niet wat. Want dat ontaart voortdurend, die conversatie, in allerlei bijvoorbeeld schunnige moppen of zo, ik weet niet wat. En dan zijn er bijna verplicht om mee te lachen of zo, en dat is heel moeilijk. Dus waakzaamheid. Dus probeer zulke mensen te vermijden of het contact tot minimum te beperken. Dat is nog een ander voorbeeld. Hè? Dus ook weer zoiets. Ja, er zijn talrijke voorbeelden. Dus als je al weet dat je in zo'n gevallen dingen doet die eigenlijk Jezus en Maria niet zouden gedaan hebben, dat je erop voorbereidt. Dat kun je ook 's morgens doen, hè. Met een morgengebed, je bereidt je voor. En 's avonds ook natuurlijk, want dan gaat je na wat er allemaal gebeurd is. Dat zou kunnen verbeteren. Maar ja, ik ga dat dan, wat ga ik eraan doen? En dan ga je concrete beslissingen nemen. Dus dat je s'avonds al bij je avondgebed, bij je gewetensonderzoek, een bepaald punt, daarop let welke maatregelen zou kunnen nemen. En dat moet raadplegen een geestelijke lijstman. Daarover, als je geen inspiratie hebt, wat je zou kunnen aan doen, hoe dat je het zou kunnen vermijden. Want soms kan het een beetje moeilijk zijn om te vermijden. Maar de principe is waakzaamheid, voorzichtigheid, voorzien. Hè? Voorzien. En dus dat het verrassingselement er niet meer is. Want het is vaak bij verrassing op dat er een reactie is. Ziet je? Dus het verrassingselement tot het minimum beperken. Dat is de eerste tactiek. De tweede tactiek, zegt Tanqueray, is oppassen met moedeloosheid. Het is waar dat die kleine kantjes van je temperament, van je karakter, die je normaal onder controle hebt, vaak naar boven komt als iemand ziek is, vermoeid, moedeloos, bijvoorbeeld. Moedeloosheid, humeurig, moet oppassen, hè. Dus of iemand die vermoeid is, die heeft al niet veel energie meer om nog eens een keer dat te verdragen. Er nog eens bij. Dus... He, dus het is gekend dat zeggen, ah, hij is viesgezind, je moet oppassen. Dus, dat is een algemeen fenomeen. Dus iemand die vermoeid is, of die al geïrriteerd, die al van alles heeft meegemaakt, die geïrriteerd is, die al geplaagd is geweest door evenementen, dan komt er nog eens bij en de maat kan vollopen en dan kan die soms uitbarsten. Ja. Dat is niet goed natuurlijk, want diegene die dat dan moet ondergaan, die heeft daar niet veel gedaan, die heeft alleen maar een druppeltje bijgevoegd. En die beseft dat die emmer al vol is. En die krijgt die ganse emmer over zich heen. Je heeft maar een druppeltje bijgevoegd en die krijgt een ganse emmer. Ja, omdat dat juist het laatste druppeltje was.
Dus dat is ook niet rechtvaardig dat hij een ganse nemen krijgt, terwijl hij maar een dubbeltje verkeerd gedaan heeft. Dan ben je eigenlijk onrechtvaardig bezig. Maar ja, je zit dan met een opgekropte gevoelens, die je dan een baas niet meer kunt, blijkbaar. Ja, op zo'n moment verwijder je. Hè. Ga even opzij, ga even alleen, ga even bidden. Het ideaal is, ga rusten en bid een roze hoedje. Als je dat gedaan hebt, dan is meestal alles voorbij. Dan zegt hij natuurlijk, maar ja, je moet dat kunnen. Natuurlijk, als het overdag gebeurt, terwijl je aan het werken bent. Maar terwijl je aan het werken bent, wees bezig met je werk dan en niet met die mensen. Want meestal komt het van mensen dat je genereert. Meestal zondigt men niet veel als men alleen is. Niet veel, veel minder. Meestal komen de meeste zonden van met mensen omgaan. Op de een of andere manier. Zondigt men tegen zijn medemens. En dus ook tegen God, want God vereenzelvigt zich met onze medemens. Wat je aan de mensen van de mijne gedaan hebt, heb je aan mij gedaan. Dus je moet oppassen voor nooit toe te geven aan moedeloosheid. Dat is het ergste van allemaal. Hè. Moedeloosheid is de moeder van de duivel. Hè. Moedeloosheid, dat is nee, dat moet niet bestaan. Dat is heel erg. Want dat is als je u laat gaan. Dat is het ergste wat je kunt... Dat is volledig tegenovergestelde wat de Jezus zegt. U laten gaan. Dat lijkt niet zo werk, of moet je een keer laten gaan. Laat u eens gaan, ja. En ik zou niet doen. Niet doen. Doe wat je kunt, maar laat u nooit helemaal... Doe wat je dan kunt. Misschien minder krachten omdat je moe bent of je hebt tegenslag gehad. Maar laat u niet helemaal gaan. Je hebt altijd nog een beetje kracht om nog iets te doen. Hè. Laat u niet gaan, want dat is tegengesteld aan wat Jezus gezegd heeft. Wat heeft hij gezegd? Als hij de godsdienst samenvat, dus hij zegt nu eens een keer het belangrijkste hè, van allemaal, hè. Amen, amen, dico vobis, hè, voor waar ik zeg. Hè. Dan zegt hij, als hij de godsdienst samenvat, wat is het belangrijkste? God beminnen met al uw krachten. Met al uw krachten, met heel uw hart, uw ziel en al uw vermogens. God beminnen met al uw krachten. Al uw krachten, dat is juist het tegenovergestelde van u laten gaan, hè. U laten gaan, dat is gewoon u niet meer inspannen. En dat spant u juist in met al uw krachten. Dat is juist de samen met de ganse godsdienst. De godsdienst is juist u in te spannen. Dus je mocht u nooit laten gaan. Dat is juist fundamenteel totaal verkeerd. Dat is des duivels. Maar het lijkt onschuldig. Ja, je moet een keer relax ontspannen. Ja, maar ontspannen is iets anders dan u laten gaan. Ontspanning heeft iedereen nodig. Hè? De snaar kan niet altijd gespannen staan. Zelfs Johannes die had een klein vogeltje, dat getemd was, waar is mijn speel? Waarom speelde je met dat vogeltje? Ja, zegt hij, de snaar kan niet altijd gespannen staan. En ook Pius 12 had een vogeltje, waar dat een getemde vogel, waar hij zich mee onderhield. Zo. Dat is maar een voorbeeld. Ik zou wat spot gaan doen, dat is mijn vogeltje. Dus. ieder zijn ontspanning. Maar ontspanning is dus goed, maar niet laten gaan. Laten gaan, dat is dat je u laat gaan in de strijd tegen het kwaad. Dat moet je niet doen. Je moet nooit capituleren, want dat is capituleren. Dat is alleen, de stad die wordt aangevallen, is, nu ben ik het beu, nu ga ik eens een keer vandaag niks doen. Ja, dan wordt de stad ingenomen. Dat bestaat niet zoiets, dat moet niet bestaan van u laten gaan. Ja, maar ik heb geen moed meer. Ja, dan doe je het met de moed van de wanhoop. Dan doe je de moed, die moet er niet... Nou, ik heb geen moed meer. Ja, wat bedoelen ze dan? Ja, ik voel geen goesting, wil ze mee zeggen. Want moed is juist iets doen tegenover een overmacht. Die je normaal zou moeten afschrikken. Als je tegenover een overmacht staat, en je gaat dan toch nog vechten, heb je moed nodig. Als tegenover een zwakkeling moet je geen moed hebben, hè. Moed is pas nodig als de andere sterker is of lijkt. Dan heb je moed nodig. En moed is toch een deugd, dat is toch geen ondeugd, dat is een deugd. Ah, dus je mocht die deugd niet laten vallen. Dus moedeloosheid is een ondeugd. En zelfs een van de ergste, want dat gaat in tegen wat Jezus gezegd heeft, bemin God met al uw krachten. Ja, maar ik heb niet veel krachten meer. Als je al de krachten die je nog overblijven, en zegt niet al de krachten die je niet hebt, hè. Maar de krachten die je hebt. Dus je hebt nog maar 10% van je energie.
En wel, gebruik dan die 10%. Jezus vraagt niet dat je 20% gebruikt, want je hebt maar 10%. Hij vraagt niet dat je 20% gebruikt. Hij vraagt ook niet dat je 100% gebruikt die je vroeger had en die je nu niet meer hebt. Dat vraagt hij ook niet. Maar wat hij vraagt is dat je die 10% dan ook gaat gebruiken. En volledig niet de 9%, maar de 10%. En als jij je best doet, doet God de rest. Dat is heel de... Dat is het geheimpje. Als jij je best doet, en dat is die 10% dan, of is ik heb nog maar 2% over. Wel, doe dan die 2%, want dat is verschrikkelijk belangrijk. Laat dat niet gaan. Zeg, ja, maar dat stelt bijna niks voor. Maar ja, maar voor God wel. Voor de mensen niet, maar voor God wel. Voor God stelt dat heel veel voor, want je hebt al je best gedaan. Je hebt nog maar 2% krachten. En wel, je hebt die 2% gebruikt. Je hebt al je hebt voldaan aan wat Jezus zegt. Doe je best. Dat is dan die 2% die mogen. En God doet de rest. Dan gaat God die 98% voor de rekening nemen. Zie je? Dat is het geheimpje. Het geheim is, als jij je best doet, doet God de rest. Want jij doet dan wat je kunt en wie doet wat hij kan, die doet wat hij moet. En jij kunt maar 2%. Ah, wel, maar doe dat dan. Maar dan wel, we gaan zeggen, dat stelt toch niks voor, laat dat vallen. Hè. Laat eens een keer gaan, dat is heerlijk ontspannen. Nee, want dat is des duivels inderdaad. Dat is niet goed, dan gaat het echt... Dat is niet goed. Ziet je? Ja, maar nee, ik insisteer een beetje, want dat is een typische stuk van een dag. En er is mij niet veel kracht, ik ben uitgeput, ik ben moe, het is genoeg geweest. Ik heb incubatie gehad van COVID, ik ben helemaal uitgeput. Van, ik heb koppijn, ik heb dit en ik heb dat, en ik voel me moe. En de mensen hebben nog, ik heb van alles tegenslag gehad vandaag, en het hoeft niet meer. Ik ga niet meer binnen vanavond, ik weet niks meer. Nee, je kunt geen roze kast nemen binnen, maar bied dan toch een tintje of drie weesgroetjes, maar doe dan toch iets. Iets. En wel die iets, hè, dat is het knopje dat je omdraait van de schakelaar. En dat knopje omdraaien, dat is maar een kleine moeite, dat is 2% van de energie. Maar dat veroorzaakt een geweldig effect, want dan gaat die stroom beginnen stromen, de genade gaat beginnen lopen. Dat knopje dat je omdraait, dat veroorzaakt de genadestroom van God. En God doet de rest. En als jij 80% energie hebt en je hebt er 100 nodig, dan gaat God 20% energie toevoegen. Maar als jij maar 2% energie en jij doet die 2%, dan gaat God 98% toevoegen, bij wijze van spreken. Dat is belangrijk dat je dat beseft. Dat is heel, heel erg belangrijk. Want vooral in deze tijd, dat het heel moeilijk is, de tijden zijn moeilijk, de tijden zijn gesataniseerd, tegenslag. Het is moeilijk om nog priesters, sacramenten, sacramentalia, goede katholieken te vinden enzovoort. De toekomst ziet ook niet zo erg rooskleurig uit als we al wel zien wat gebeuren is en zo. Dus, ja, en toch blijven doen wat we kunnen. Niet meer, want dan raken we gestresseerd en dat is niet goed. Maar ook niet minder, want dan zitten we onder de maat. Juist wat we kunnen. Meer vraagt God niet. God is een goede vader en hij kent ons van binnen en van buiten. Hij weet dat je niet tot meer in staat bent en daar is hij heel tevreden mee. Jij niet. Jij bent niet tevreden, want jij hebt maar dat kunnen doen. Maar God is veel meer tevreden dan jij. En hetgeen dat telt is dat God tevreden is, niet omdat jij tevreden bent. Jij bent ontevreden over jezelf. Wat heb je nu vandaag gedaan? Maar je hebt je best gedaan. En God is daar tevreden over. Jij niet, want je ziet niet veel resultaat. Wat heb ik nu vandaag gedaan eigenlijk? Niet veel. Ja, en wel, als jij je best gedaan hebt, dan is dat 100%. Je hebt 100% gebruikt van de krachten die je overblijven. Als jij maar 2% kracht gebruikt, en je gebruikt 2% van die krachten, dan heb je 100% van de krachten gebruikt die door je beschikking stonden. Dus je hebt 100% gepresteerd voor God. Voor de mensen zijn maar 2% gepresteerd, omdat wij niet rechtvaardig redeneren. We redeneren veel te uiterlijk, maar God redeneert innerlijk. Wat is die mens? Wat heeft hij bedoeld? Wat heeft hij gekund? Wat was zijn intentie? Was ze zuiver? Hij heeft alles gegeven. He? Dat is gelijk een meester die ziet dat een klein kind weinig resultaat heeft, maar die heeft echt zijn best gedaan. En een ander die ik weet niet hoe slim is, die heeft dat met zijn gemak, heeft die ik weet niet meer punten gehaald. En wel die ene die veel meer moeite heeft gedaan en weinig punten, die is veel meer... eigenlijk beloning, heeft hij recht op beloning dan een ander die niet veel inspanning heeft moeten doen. Ziet je? Jezus zegt het ook, hè?
Met het penningstje van de arme van de... Jij denkt er nu aan natuurlijk waarschijnlijk, hè, aan dat penningstje van die arme weduwe. Een rijke geeft een grote som geld, paf, maar iedereen ziet het. Paf, in de korf van de mand, in de noem ze in de tronk, in de... Allez, hoe noem ze dat? In de geldkorf van de tempel. Offerblok. De offerblok, hè. Heet dat tegenwoordig. Offerblok. En dan komt een weduwe en die hoort daar een paar centimen in, een paar, ik weet niet wat, weinig geld, een beetje klein geld. Ja, maar Jezus zegt, zij heeft een groter offerbracht dan die ander, want zij heeft gegeven van hetgeen dat ze nodig had om te eten nog. En die ander heeft van zijn overvloed gegeven, die gaat dan geen biefstuk minder voor eten. Dat is een miljonair, dus... Maar zij heeft gegeven van haar pensioentje, waar ze nauwelijks of niet meer rondkomt. En dan gaat ze nog geven. Ziet je? God kijkt naar het hart. Heel belangrijk. Dus een tweede tactiek tegen die dagelijkse zonde is geen niet toegeven aan moedeloosheid. Want dan gaat men foutjes maken en fouten maken, want men heeft zich laten gaan. En dat zijn dan inderdaad fouten. Dus ja, maar ik was moe enzovoort. Ja, maar ga toch nog die 2% kunnen inspanning doen. Die 2% dat nog kunnen doen. Dus slecht humeur, van waar komt dat? Oh, omdat je niet erg gezegd hebt. Anders gezegd, als iemand niet erg geestelijk is ingesteld, dus in het begin van zijn bekering, zijn ze onderhevig aan humeuren. Iemand die geestelijk getraind is, die op weg is naar de heilig, die al zeker niet voorbereidt, die staat boven zijn humeur. Die is gelijkgezind, heet ze dat. Maar iemand die nog niet zo ver staat in zijn geestelijk leven, die is onderhevig aan humeuren. En hangt af van het goede weer. Er zijn mensen die onderhevig zijn aan het goede weer. Dat is ongelooflijk. Als de zon schijnt, zijn ze goed gezind. Als de zon niet schijnt, zijn ze slecht gezind. Dat heb ik dikwijls meegemaakt, dat mensen moeilijkheden hebben als de zon niet schijnt. Zeg maar, ik kijk er niet naar, ik ben bezig met mijn werk. Ik ben zodanig bezig geweest als ik jong was met mijn werk, dat ik zelfs niet wist waar weer dat was. Dat was voor mij volledig irrelevant, ik was bezig met mijn werk. En als de zon niet schijnt, dan is het lekker fris, kunnen beter werken dan als de zon schijnt. Dat is dikwijls te warm. Ik hou van de zon hoor, maar allez, je moet niet overdrijven. Hè. Ja, dus slecht humeur, van waar kan dat komen? Ja, ik weet niet, van de stand van de planeten zeker. Sint Thomas zegt zich dat we onderhevig zijn aan de planeten. Bij volle maan zijn er veel passies meer opgezweet blijkbaar. Dus de statistieken geven dat aan, dat bij volle maan meer criminaliteit gebeurt dan bij een halve maan of bij een volle en nieuwe maan wel, want dan is er een conjunctie tussen de zon, de aarde en de maan. En dat werkt op de sappen, op vloeistof, op de zee werkt dat. Hoogtij, laagtij, dat werkt ook op menselijke sappen. Dus blijkbaar. De statistieken geven aan. Dat wil niet zeggen dat door de volle maan dat je een crimineel wordt. Maar als je een crimineel bent, dan voelt je in vorm bij volle of alle nieuwe maan, om juist te doen, dan voelt je in vorm, dat is alles. Die emoties werken dan, die passies zijn, ik geef maar een voorbeeld, van waar komt het slecht humeur? Ah ja, ik ken het slecht humeur, iemand die cholerisch is, cholerikers, die hebben last van volle maan. Het is bekend dat dieren, kinderen en mentaal gehandicapten, Die worden moeilijk behandelbaar als volle en nieuwe maan is. En paarden ook, dieren. Ja. Dat kun je vragen aan schoolmeesters. Vraag dat aan manegehouders. Of dat die paarden die schichtig worden en ambetant als het volle maan is. Ik heb ook paard gereden, ik weet dat. Vraag aan verpleegsters die werken in de moederhuis. Die zullen zeggen dat met volle nieuwe maan er een piek is aan bevallingen. Je moet zeggen dat het lichaam onderhevig is aan de planeet. Ja. Dus van waar komt het slecht in goede humeur? Dat kan er van alles liggen. Je hebt iets verkeerd gegeten, zeggen ze. Je bent met verkeerd been uit bed gestapt. Ja. Het is een feit dat mensen soms een goed humeur hebben en soms slecht humeur. Maar voor een christen bestaat dat niet. Hè. Die staat daarboven. Die leeft in geloof en gezond verstand. En zijn wil staat daar op gericht. En al de rest dat tegensteekt, heeft hij als een kruis aanvaard en aanvaardt als een kruis. Wat is een slecht humeur voor iemand die zo ver staat? Dat is gewoon een kruisje bij.
En die aanvaardt dat kruis en die zet je daarboven. En dat is gewoon een kruisje bij. Die voelt zich niet zo in vorm, maar die pakt het erbij. Voilà. En daar merk je niks van. Dus die zijn gelijkgezind, heet dat. De gelijkgezindheid. Dat is al een niveau van, dat is niet de hoogste heiligheid. Dat is een zeker niveau al. Dat is, ik wens het u toe, want dat is plezant. Dat is ook plezant voor uw omgeving. Voor de mensen die met u moeten leven, dat moet zeggen, zeg, hoe is het nu vandaag gesteld? Het is lekker als het weer, wat is het weer vandaag? Wat is het weer vandaag, hè? Ja. Het is zijn humeur vandaag, of haar humeur. Hè? Amai, zeg, met een baas is veel mensen verkeerd bedden. Moet oppassen, vandaag moet je geen loonsopslag vragen. Het is het moment niet. Ja, dus dat is eigenlijk niet christelijk. Dat is niet christelijk. Gelijk sommigen doen die kwaad worden omdat zij kwaad, wrevelig, omdat zij wrevelig zijn geweest. Ja. Ja. Ze zijn kwaad omdat zij kwaad zijn geweest. Kwaad worden omdat zij kwaad, wrevelig, omdat zij wrevelig zijn geweest. Ja. Deze gevoelens komen eigenlijk voort uit onze eigen liefde. Zegt Tanqueray. Eigenliefde. Die verstoord en verontrust is. Omdat zij gewaar wordt hoe onvolmaakt wij nog zijn. Ah ja, dus er zijn de mensen die kwaad worden omdat ze kwaad zijn geweest. En die vrevelig worden omdat ze vrevelig zijn geweest. Dus iemand die is weer in een zonde gevallen, in een ondeugd, en die wordt daar kwaad over. Ja, dat is niet de moment om het op. Dat is niet de... Bijvoorbeeld iemand heeft zich weer kwaad gemaakt. En die wordt dan kwaad op zichzelf, met is die kwaad gemaakt. Ja, dan wordt hij nog kwaader, hè. Dus dat is geen oplossing, hè. Dus dat is geen oplossing. De oplossing is dat je aanvaardt dat je een zonde gedaan hebt. Of ik bedoel, je aanvaardt die zonde niet, maar je aanvaardt dat je zo niks bent, zo zwak, dat je daartoe in staat bent. Dus doe een acte van nederigheid. En sta op en probeer zachtmoedig. Je moet altijd het kwade bestrijden met tegenovergestelde. Vooral met de liefde van God, historisch. De liefde tot God is tegenovergesteld aan alle ondeugden. Johannes van de Kruis zegt, tegen alle ondeugden behoeven liefde tot God. Dat is zijn oplossing. Maar mensen die niet in staat zijn om veel liefde tot God op te brengen, die raden aan van aan toe dan tegenovergestelde deugd te beoefenen. Bijvoorbeeld als ze zich kwaad gemaakt hebben, een acte van zachtmoedigheid, dat is niet gemakkelijk, geduld, dat is ietsje gemakkelijker, maar toch ook, dat vanaf mijn temperament af. Voor sanguinische temperament is geduld heel erg moeilijk. Dus voor collega's typen is het zachtmoedigheid die op een moment wat moeilijk is, want het heeft allerlei psychologische oorzaken. Want iemand die collega's is, die maakt zich kwaad vaak omdat hij gelijk heeft. Die kan niet tegen onrechtvaardigheid of zo. En er is iets gebeurd dat onrechtvaardig is. Dus hij wordt verblind door het feit dat hij gelijk heeft. Maar waarom zondigt hij? Omdat hij overdrijft. En dat komt door die passie die zo sterk is. Hij overdrijft. Maar dat ziet er dan op het moment niet in dat hij overdrijft. Maar die anderen zien dat in. Want wij zien beter de spinter in het oog van de ander dan een balk in onze eigen oog. Dus hij heeft een balk in zijn oog. En hij ziet dat niet. Maar die anderen zien dat beter. Zeggen, amai. Dus... Dat is de psychologie. Hè. Deze gevoelens komen dus voort uit onze eigen liefde. Dat wil zeggen dat je kwaad wordt omdat je kwaad bent geworden. Dat is ook niet goed. Of dat je wrevelig wordt omdat je wrevelig bent geweest. Dat is alleen maar... Dat komt door onze hoogmoed die niet verdraagt dat we weer eens in zonde gevallen zijn. Hoe kan dat zijn dat ik nu weer in zonde val? Precies of dat je zo heilig bent. Droom zegt Tanqueray dat voorkomt uit onze eigen liefde. Dat is ook geen goede reactie. Je kwaad maken omdat je kwaad bent geweest. Je moet het ook niet goed vinden dat je kwaad bent geweest. Maar je moet de juiste reactie proberen te hebben. Dat is de acte van nederigheid. En liefde tot God. Vooral nederigheid. Profiteert van het feit dat je gevallen bent. Ook was het maar een kleine val. Hè. Dat gaat het zijn over onvoorbedachte fout of kleine dagelijkse zonde. Om een acte van nederigheid te doen. Zie je eens hoe weinig ik in staat ben? Ik ben niet eens in staat om dat tegen te houden. Een acte van nederigheid. Want de nederigheid is een grote deugd. Een hele belangrijke deugd. Um,
Om dit gebrek te vermijden, zegt Tanqueray, moeten wij onze fouten met toegevendheid beschouwen. Zoals wij het met die van anderen doen. Dus je moet je eigen kunnen verdragen. Maar dat wil niet zeggen dat je goed kunt wat je verkeerd gedaan hebt. Dat gaat helemaal niet om. Hè? Maar dat heeft vooral te maken met mensen dus, die dus gewakker kwaad worden of regelig worden. Dus je moet proberen jezelf te behandelen zoals je andere mensen zou behandelen die in die fout zouden gevallen zijn. Wij behoren onze gebreken natuurlijk te verfoeien. Zonden zijn zonde en zonden zijn hatelijk. Doch met kalmte. Kalm. Je gaat die zonde niet oplossen door je te enerveren, door je druk te maken. Dat je gezondigd hebt. Dan maak je weer een fout. Want je maakt je druk. In het volle bewustzijn van onze zwakheid en ellende zit je, dus eigenlijk maak je van nederigheid. En met de vaste, bedaarde wil, om zelfs naar een aanleiding van die fouten Gods glorie te bevorderen, door ons met meer ijver en liefde te kwijten aan wat wij nu te doen hebben. Dus in plaats van u kwaad te maken, dat je kwaad hebt gemaakt, of vredelijk zijn dat je vredelijk hebt gezien, en dan maak je nog een onvolmaaktheid bij, doe dan als herstel nu wat je nu zou moeten doen, het beste. Dat is de beste reactie. Doe nu dan wat je moet doen, tenminste, Gods wil. Doe nu Gods wil, 100%. Dus dat is voor de onvoorbedachte fouten. En nu, een ander hoofdstuk, maar we zijn bijna aan het uur, maar nog niet. We zijn al 50 minuten, dus ik kan nog even verder gaan. Wat erger is, dat zijn de vrijwillige, niet de onvoorbedachte, maar de vrijwillige dagelijkse fouten. En die zijn een groot beletsel voor de geestelijke vooruitgang. En moeten dus met alle kracht bestreden worden. Om ons hiervan te overtuigen, gaan we haar boosheid en de gevolgen beschouwen. Dus vrijwillige dagelijkse zonden, die zijn zeer schadelijk voor de vooruitgang. Die zijn niet zo schadelijk als doodzonden die niet de vooruitgang, maar die alles kapot maken. De doodzonden zijn de dood gewoon. Die doden het bovennatuurlijk leven. Maar vrijwillige dagelijkse zonden, die beletten de vooruitgang. En dat is ook spijtig. Want we zijn op aarde om de hemel te verdienen, om vooruit te gaan, niet om achteruit te gaan. En zeker niet om geestelijk te sterven. Dat is, de boosheid der vrijwillige dagelijkse zonden. Wel, de zonde is een zedelijk kwaad en de vrijwillige dagelijkse zonde is na de doodzonde het grootste kwaad dat er ter wereld bestaat. Want buiten de zonden is er geen echt kwaad. Natuurlijk, je hebt ziektes, je hebt de dood, je hebt tegenslag, je kunt een ongeval hebben, je kunt tegenslag hebben, je kunt schade ondergaan in uw bezittingen. Iemand kan een kras gemaakt hebben op uw auto of een bloeds. Er kan van alles gebeuren, dus er kan van alles kwaad gebeuren. Maar dat is niet fundamenteel kwaad. Want als je dat kwaad geduldig verdraagt, veroorzaakt dat zelfs een groter goed, namelijk meer verdienst in de hemel. Dat noemen ze fysisch kwaad. Of het moreel kwaad dat je zelf niet bedreven hebt, maar anderen, zoals Jezus die het slachtoffer is geworden van een moord. Dus die Joden en de Romeinen hebben hem vermoord, die hebben een doodzonde gedaan, een moreel kwaad. Maar hij heeft dat ondergaan en heeft alleen maar meer en meer verdiend daardoor. Dus het fysische kwaad of het moreel kwaad van anderen, als we dat verdragen en als een kruis te zien, dat verhoogt alleen maar onze hemel. Dus dat is eigenlijk een goed, onrechtstreeks. In zich is dat natuurlijk kwaad, maar onrechtstreeks zijn een goed. Het enige wat echt een kwaad is, en dat alleen maar kwaad doet en groot kwaad, dat is dus onze zonde. Mijn doodzonde brengt me naar de hel. Mijn dagelijkse zonde, die verhindert mijn geestelijke vooruitgang. Die vermindert die vriendschap met God.
mijn vriendschap met God. Of Gods vriendschap met mij. Dat is het grootste kwaad. Weliswaar wendt de dagelijkse zonde ons niet af van ons einde, de hemel. Tenminste niet voorlopig. Moesten wij nu sterven in staat van dagelijkse zonde, zouden we via het vagevuur toch naar de hemel gaan. Maar zij belemmert onze vooruitgang, doet ons een kostbare tijd verliezen en bovenal, zij beledigt God. De zonde beledigt altijd God. In mindere mate, maar toch beledigt God. Hierin vooral bestaat haar boosheid. Zij is inderdaad een ongehoorzaamheid aan God, want dat is juist de definitie van de zonde. Een dagelijkse zonde is per slot van rekening een zonde, dus een ongehoorzaamheid aan God. Wel niet in een gewichtige zaak, hè? Het is niet zoals een doodzonde die de eeuwige hel verdient, maar toch vrijwillig, in dit geval dan, hè? Dus met voorbedachte raden. En dat is niet goed. Dat is niet goed. In het licht van het geloof beschouwd, is zij iets afschuwelijks, omdat zij de majesteit van God ergens aanrandt, ergens, een zonde is tegen de wil van God ingaan, tegen de Heilige Geest. Zij is dus een belediging, een smaad aan God aangedaan. Wij plaatsen in de weegschaal aan de ene kant de wil, de eer van God, en aan de andere kant onze willekeur, ons vermaak, onze ijdelheid. En we durven ons boven God stellen. Is dat verstandig? Dat is niet verstandig. Dat is niet wijs. Dat is onwijs. Er is eigenlijk geen... je kunt daar geen reden voor geven. Je kunt daar geen goede reden voor geven. Bestaat niet. Johannes van de Kruis zegt, liever sterven dan een dagelijkse zonde te verrichten. Hij heeft zelfs niet over doodzonde. Liever sterven dan een dagelijkse zonde te verrichten. Dat moet goed doordringen. Hè? Liever sterven dan een dagelijkse zonde te verrichten. Moest men, nog een ander voorbeeld, de kerkvaders zeggen, en dat is toch het magisterium, het leerambt van de kerk. De kerkvaders zeggen, moest men met één kleine leugen de hel kunnen leegmaken, zou men die leugen niet mogen zeggen. Klinkt dat goed hoor? En een kerkvader mag niet overdrijven, hè? Want dan doet hij weer zonde. Overdrijven is een zonde. Dus die overdrijft niet als men zoiets zegt. Dus wij durven onze willekeur, onze vermaak, onze ijdelheid, en wij durven ons boven God stellen. Welke belediging? Een oneindig wijze en heilige wil, die het nog het goed met ons voor heeft, wordt opgeofferd aan de onze zo onderhevige aan dwaling en grillen. Het is, zegt de heilige Theresia van Avila, alsof men zei, Heer, hoewel deze handeling u mishaagt, dagelijkse zonde, zal ik ze toch niet nalaten. Ik weet dat gij ze ziet, en het is mij zeer goed bekend dat gij ze niet wilt, maar toch verkies ik mijn gril en zin boven uw wil. En zou het een onbeduidend iets zijn zoiets te doen? Ik voor mij houd dat de fout, hoe licht ook in zich, toch iets ernstigs, ja, zeer ernstigs is. Je kunt zeggen, dat is een heilige. Ja, maar een heilige die moet wel de waarheid zeggen, dan zijn ze niet heilig. Hè? Tweede puntje. Door onze schuld wordt bij de vrijwillige dagelijkse zonde de uitwendige glorie van God verkort. Dus het is niet alleen een belediging aan God, maar ook zijn glorie wordt verkort. Wij werden geschapen voor één enkel doel. Om God te verheerlijken door onze volkomen liefdevolle gehoorzaamheid. Toch door onze weigering, zij het ook in lichte zaken,
onthouden wij hem gedeeltelijk die glorie. God wordt vooral verheerlijkt in de heiligen. Oh ja, in de hemel. Maar ja, nu gaan we alleen aan de hemel, naar het vage vuur. Is het vage vuur de glorie van God? Ja, zijn gerechtigheid. Maar God verkiest zijn barmhartigheid en zijn liefde boven zijn gerechtigheid. Wij hadden zijn liefde, zijn goedheid kunnen verheerlijken. En we hebben dat niet gedaan. En nu verheerlijken zijn gerechtigheid, zoals die van in de hel, die verheerlijken Gods gerechtigheid. Dat is niet interessant, hè? Dus we hebben eigenlijk de glorie van God, eigenlijk, wat ons betreft, aangetast. Dat God iemand naar het vage vuur stuurt, is minder glorievol voor hem dan iemand in de hemel binnen te laten. Begrijp je? Maar wel, dat is onze schuld dat we naar het vage vuur gaan, want anders zouden we niet gestraft worden. Want God is rechtvaardigheid. God is goedheid. Dus het feit dat iemand in het vage vuur terechtkomt, dat is zeker dat hij niet gedaan heeft wat hij had kunnen doen. Want anders zouden we niet in het vage vuur komen. Want dat doet ook zeer het vage vuur. En God straft niet graag omdat hij goedheid is. Zoals een goede vader, die straft niet graag. Omdat hij van zijn kinderen houdt. Die zou ze liever willen belonen. Maar hij wil ze ook niet rot bederven. Dus hij moet wel iets doen. Onthouden wij hem gedeeltelijk van die glorie. In plaats van, zoals Maria, zijn eer tot doel van onze handelingen te stellen, weigeren wij uitdrukkelijk, want het is met vrije wil, hem in een bepaalde zaak die eer te geven. Amai. Dat is toch een ernstige zaak. Want het gaat over waarom dat wij hier zijn. Het gaat niet over een kleinigheid eigenlijk. Het waarom dat we hier zijn. We zijn hier voor de woorden van God en tellen van de ziel. En het derde punt is, het is ook een ondankbaarheid. De vrijwillige dagelijkse zonde. Want wij zijn overladen met ontelbare weldaden. Hij is schepper, hij is voorzienigheid, hij is verlosser en heiligmaker. En bijvoorbeeld alleen al schepper zijn en voorzienigheid, dat zijn al ontelbare weldaden. Al die voorwerpen, die, zelfs de lucht die we inademen, het water met ons gewassen hebben, al die elementen die ons de stoel waarop we zitten, dat hout dat komt van een boom, heeft hij moeten scheppen, die boom. Alles wat er zijn. Ik weet niet hoeveel schepselen die vandaag ter beschikking stonden. Dat je zelfs niet meer in de gaten hebt. Maar het is wel zo. En dat zijn weldaden van God. Beseft je dat wel? Dat zouden we meer moeten beseffen. Hè? Dan zouden we dankbaar zijn misschien. En dat is alleen nog maar God als schepper en voorzienigheid. En daar hebben we nog niet gesproken over. De bovennatuurlijke genade. Die eindeloos meer kostbaar is. Want dat is een deelname aan Gods natuur. Dat is eindeloos kostbaar. We zijn overladen met ontelbare, letterlijk, hè, weldaden. Hij gaat een keer tellen welke schepselen vandaag ter beschikking zijn gestaan. Gaat die moleculen tellen van die lucht die je hebt ingeademd vandaag. Hè. Dat zijn een tijd bezig. Hè. Ontelbare weldaden, omdat wij zijn vrienden zijn. Zijn kinderen, zijn schepseltjes. Wij zijn zijn vrienden. Hij heeft ons uit goedheid gemaakt. En wetend dat hij ons wederkerig, erkentelijk en liefde vraagt, want dat is juist de voorwaarde waarmee hij ons in de hemel kan binnenleiden, dat ja-woord. Hij solliciteert ons ja-woord. Hij heeft de blijk van liefde gegeven om ons te scheppen, voorzienigheid, hè, ons te onderhouden, de verlossing aan te bieden, en de genade te beloven en te geven, ook als het op aankomt aan de glorie in de hemel. Maar hij verwacht een ja-woord. Yes. Ja. Wie. Ita in het Latijn. Ja. Tak in het Pools. Yes. Ja. In het Duits. Zoals in het Nederlands. Ja, ja. Hij vraagt een ja. Daar intrusies. Is dat niet? Lief? Intrumens. Ja. Ah, intrumens ook, ja.
Overladen van zijn ontelbare weldaden, verwacht hij, en niet eigenlijk om zichzelf plezier te doen, want hij heeft geen plezier meer nodig, want hij heeft alle plezier van de wereld, maar nog veel meer, hij is geluk. Hij heeft dat niet nodig. Maar om ons in de hemel te kunnen brengen, dus om ons plezier te doen, dat is nog het schoonste van de ganse zaak, dat is nog het toppunt eigenlijk. Die erkentelijkheid die komt uitsluitend ons eigenlijk ten goede. Hem niet, want je kunt hem niet beter maken of rijker of gelukkig is, want hij is alles tot. Dus ons, bovendien. Het gaat om ons gelukkig te maken. Dus hij vraagt dat we erkentelijk zijn om ons in de hemel te kunnen brengen. Waar we een oneindige geluk hebben. Dus dat hij ons weerkerig erkentelijkheid en liefde vraagt, weigeren wij hem toch zo'n klein offertje. Die dadelijkse zonde voor mij, is dat niet zo moeilijk? In plaats van erop bedacht te zijn en altijd te behagen, vrezen wij niet hem te mishagen in zo'n onnozele tijd. Kan het anders of daaruit moet een verkoeling volgen van Gods vriendschap jegens ons? Ja, dat is automatisch. Dat is van onze kant, niet van zijn kant, maar van onze kant. Verhinderen wij je. Want liefde moet van twee kanten komen. Anders sterft ze. Want de liefde is uiteindelijk de Heilige Geest. En die komt van twee personen. De Vader en de Zoon. Dus liefde moet essentieel van twee kanten komen. Ze begint van de ene kant. Ze komt van de Vader. Maar ze wordt beantwoord door de Zoon. Ze moet beantwoord worden of ze sterft. Maar als wij die vriendschap niet beantwoorden, dan zijn we ze aan het doden, niet serieus, dan we zijn ze niet aan het doden, want dat is de doodzonde, maar we zijn ze aan het verminderen, want we hebben niet beantwoord. Ziet je? Hij bemint ons zonder voorbehoud, want hij wil ons tot de Godheid zelf geven, dus iets oneindig. Iets oneindig, is geen voorbehoud, zonder voorbehoud. En vraagt omgekeerd van ons volkomen algehele liefde, want anders kun je de hemel niet binnenkomen. In de hemel is alleen maar goed, dus het moet 100% liefde zijn. En we hebben daar de voldoende genade voor. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Matteüs 22. En wij geven ons slechts gedeeltelijk, wij maken voorbehoud, ja maar, zo moeilijk moet het nu niet maken, hè. Nu stel ik mijn eisen. Wij stellen ons voorbehoud, onze ja maar. Hè. En hoewel wij zijn vriendschap willen behouden, wij willen toch niet in doodzonde vallen, zijn wij karig met de onze en geven hem enkel een verdeeld hart. Spijtig. Ja, dat maakt ons eigenlijk al ongeschikt om naar de commune te gaan. Als we niet oppassen. Want voor de communie moet je een acte van confiteor, hè, zeggen. En een confiteor geeft vergiffenis van de dagelijkse zonde. Maar de doodzonde is voor de biecht. Dus dan moet je helemaal niet denken aan de communie. Maar als je de communie moet gaan, moet je eigenlijk spijt hebben over de dagelijkse zonde. Want hij geeft zich 100%. En als jij u ook niet 100% terug aan hem geeft, dan dat gaat niet. Een God die zich 100% aan u geeft en geeft u maar half terug, of voor 75%, dat gaat niet. Het moet 100% zijn. Dus die dagelijkse zonde die moeten weg. Ja, tenminste door een berouw. Ziet je? Dat is belangrijk. Dus waarom dat Jezus de voeten wacht vast van de apostelen voordat hij ze de communie geeft? Dat betekent dat je rein moet zijn. De voeten, dat is dagelijkse zonde. Want je zegt eigenlijk rein alleen je voeten nog. Dat is geen dat de aarde raakt, de wereld. Je bent in contact met de wereld, dus je wordt erop beïnvloed. Je hebt hier en daar een steek laten vallen. Dus. Maar je moet dat terecht, je moet dat afwassen. Want ik ga mij 100% geven. In een marteldood. Dit is het lichaam dat wordt overgeleverd de volgende dag aan de beulen, omdat ik u bemin. Maak ik dan niet 100% van u, is als God. Die u 100% bemint, u een hemel belooft, maar je dan niet 100% uw 100% de liefde terugvragen? Dat is toch normaal? Dat is toch het normaalste?
Dus als we dat niet doen, zijn we niet normaal bezig. Dan zijn we onder de maat. Dan zijn we eigenlijk ongeschikt om te kunnen te gaan. Een biechtvader, een geestelijke leidsman, die moet iemand verbieden van dagelijks te communie te gaan, als hij zijn dagelijkse zonde niet bestrijdt. Ziet je? Om die reden. Dit is dus voor zeker niet kies. Het duidt op een gebrek aan geestdrift en edelmoedigheid. Aan het gebrek aan beantwoording, aan het belangrijkste wat Jezus zegt, bemin God met al uw kracht. Samenvatting van de ganse godsdienst. Daar zit alles in vervat, je moet niet verder gaan zoeken. Dus daar moet je zeker niet tegen zondigen, dat is de hoofdzaak. Waardoor onze enige omgang met God geschaad wordt. Maar ik ga je stoppen, want ik ben over het uur al bezig. Zijn er hier nog vragen? Geen vragen? Nee, het was heel duidelijk. Hè? Dan is het duidelijk, ja. Ik hoop dat het duidelijk was. Hier ook niet, de vragen. Ja. Oké, goed. Goed, dan tot de volgende keer. Ik doe mijn best, want ik heb dus nu al een paar weken dus geen conferentie kunnen geven. Maar ik ben ook met heel druk bezig met die activiteiten daarin. Die werken in Rongier. Allerlei dingen. Er is een begrafenis geweest. Een heel moeilijke begrafenis. Je weet het wel. Die familie die wou niet de wil doen van de overledene, terwijl dat die overledene een geestelijk testament had, die had dat opgeschreven, die wou dat niet. Dus ik ben naar de notaris moeten gaan. Ik heb doopsel gehad, ik heb de conferentie tussen met de heilige olie, ik had te weinig heilige olie, ik heb heilige olie moeten zien nog te vinden. Zo. Enfin, dus de priester missionaris, vooral als je missend aan het uitbouwen bent, is bezig en ik heb ook een zekere leeftijd, ik beken het, ik ben niet meer zo fit. En als ik ook een, soms ben ik ook inderdaad moe. En ik herken dat, dan ben ik moe en dan kan ik het niet meer opbrengen, ik weet niet wat, dan ben ik ook wat maximaal. En er is vaak als er ik heb er ontdekt dat er dus eigenlijk een COVID-besmetting aan het incuberen is. Zo. En dan neem ik iets om mijn weerstand te verhogen, dat is nu Cataclone, dat werkt heel goed. Maar het neemt wel een zekere tijd voordat die COVID dan weer weg is. Hè? Dat je weerstand dat heeft weggewerkt. En als je weerstand werkt, dat put u uit. Dat heb ik ook ontdekt. Met die 2 jaar COVID heb ik het kunnen experimenteren. Want ik kom met veel mensen in contact. Dus doordat de mensen naar de mis komen en de mensen gewoon met mij spreken en biechten enzovoort. Dus automatisch word ik dan ook gemakkelijker besmet. Maar ik heb nog nooit, de COVID is bij mij nooit doorgedrongen. Doorgedrongen, omdat ik me altijd onmiddellijk mijn weerstand naar boven haalde. Maar het duurde wel dan een paar dagen, dan was ik uitgeput, die paar dagen. Nu is er weer een nieuwe golf bezig, de 7e golf van de COVID, en ik voel dat ook. Ik voel dat ook, dat ik soms weer al moe ben en zo. Er is weer, iets dat probeert, en ik ben een beetje keelpijn hier en dingen daar, een paar symptomen. En omdat ik dat aanpak dan, wil ik mijn weerstand erbij hebben, dan dringt het naar. Dus COVID is niet erg als het niet doordringt. Als het doordringt, kan het een hele kwalijk beest worden. Het kan de lever aantasten, de longen, de hersenen, van alles. Het kan zich overal opzetten. Maar je moet zorgen dat het niet doordringt. Dan heeft het precies de schijn van een lichte verkoudheid of zelfs een lichte griep. Maar je moet het niet laten doordringen. Je moet hem stoppen. En dat kan door een goede weerstand. Dat is wat ik ervaar. Ik ben geen dokter, maar het is een kwestie van gezond verstand. Maar we moeten zeggen dat ik, als ik zo, dat ik soms ook de laatste weken ook wat moe ben geweest, dat ik gewoon dat er niet meer bij kon. Ja, dan moet ik bekend dat. Neem ik ook maar een bepaald percentage aan energie gaat. Ja, goed. Voilà, laten we ons iedereen danken. Vooral wat we dan toch nog gekregen hebben en nog krijgen. Heel veel. Iedereen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samen. Onze Vader in de hemel, en zijt geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, blijf wij vergeven onze schuldenaren, net als het in bekoring, maar ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, altijd van genade, de Heer is met u gezegend, zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen. Heilige God van Jezus, vergeef u over ons.
Heilige Jozef, gezellige bewaarders, gezellige patronen, alle engelen ons die we heiligen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goedenavond, bidden we voor elkaar.